Ik denk dat iedereen zich wel ergert aan mensen die in openbare ruimtes heel aanwezig zijn en veel lawaai maken. Ja, dat is heel herkenbaar. Je voelt je ook vaak ook wel bezwaard om iets van te zeggen, want mensen doen het gewoon onbewust. Ja. Ja, maar ik ben ook wel heel erg benieuwd waar mensen nou eigenlijk het meest en het snelst geïrriteerd door raken. Ja. Zou het dan voor het onderzoek niet perfect zijn om dat in een beep uit te testen, omdat die codering toch al is dat iedereen stil moet zijn? Experiment 15G. Waardoor raken mensen het snelst geïrriteerd in openbare ruimtes? Shady, my baby, it's around you. Baby, I love you, and you're running games. Come and be baby, say my name, around you. So baby, I love you, and you're running games. Say my name, baby. Say baby, I love you. Stijn, ik kan heel even niet bellen. Nee, ik kan even niet bellen, ik zit in een bieb. Ik bedoel je woerden of vrouwtjes? Ja, oude brood, er zit ook eendenveren in, hè? Er zit eendenveren in bruin brood. Nee, wat? Hoezo niet? Ja, doei. Sorry, ik kan even niet bellen. Nee. Ja, maar ik moet echt even hangen. Ik zit in de bieb. Dat meen je niet. Oh, dat is echt heel erg. Dat kan echt niet. Oh, sorry, ja. Sorry, Stijn, ik moet echt even hangen. Oké. Yo, later. Later. Sorry. Conclusie. Verkouden zijn, dat is irritant, maar dat kan eigenlijk iedereen overkomen. Ja, en meezingen met muziek of muziek afspelen in de bieb is irritant, maar het is eigenlijk nog meer lachwekkend. Ja, mensen reageren het snelst en het felst op iemand die zit te bellen. Ja, dat is echt bloedirritant. Doe dat dus ook vooral niet. Nee, maar ik had er zelfs moeite mee met jou, weet je. Jij belt mij, joh. Wat is dat? Joh, ik moet nu mensen die zijn in de bieb, jongens. Hou je kop een keer. Hou je kop een keer.